Kom bij Sven op 1. Is er al een regering bij u? Nee, er is nog steeds geen regering. En we zijn 7 maanden na de verkiezingen. Ik bespeur daar enige irritatie. Nou ja, ik maak me daar zorgen over. En ik heb vorige week in New York ook gezegd... kijk, Irak is niet het enige land dat een lange regeringsformatie kent. Nee, wij kunnen er ook wat van. Ja, exact. 9 maanden maar er is wel een precies, dus dat moet gezegd worden. Tegelijkertijd is er natuurlijk wel een verschil. En dat heeft vooral te maken met de corruptie hier. Het feit dat er een aantal mensen ook belang hebben bij het feit dat er geen nieuwe regering komt. Hè. Dan gaat het om de private pockets, zoals we dat noemen. Ze hebben daar een voordeel bij. En er zijn bijvoorbeeld ook allerlei gewapende groepen actief. Die nu met impunity eigenlijk blijven opereren. En zo kan ik een heel lijstje afgaan. Dus er zijn echt wel grote verschillen. Tussen een land als Nederland en Irak. En waarom het echt heel slecht is voor Irak als dit nog langer duurt. Vooral ook omdat de olieprijzen op dit moment hoog zijn. Er op zich veel geld binnenkomt in Irak. Maar het geld niet kan worden uitgegeven door deze caretaker-regering. En dat betekent dat de mensen waar de nood hoog is, het geld, zij krijgen het niet. Nee, met andere woorden, er komt veel geld in het laadje, maar het kan niet naar de mensen die bijvoorbeeld te maken krijgen met stijgende voedselprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo is dat. Ze zijn nu wel aan het werken aan een spoedwet. Maar dat gaat allemaal heel omslachtig. En er zijn natuurlijk ook allerlei politieke partijen die dan van mening zijn dat dit op dit moment niet kan met een regering die een caretaker-status heeft. Weet je, uiteindelijk gaat het erom. Wil je de mensen bereiken, dan zul je nu wat moeten. Welke regering er ook zit. En de nood is hoog. Wat zegt u dan tegen die mensen? Jongens, schiet eens op. Dat is ongeveer het verhaal. En zeggen zij dan terug, moet jij zeggen, want in Nederland kunnen ze er ook wat van? Nou ja, die heb ik natuurlijk wel teruggekregen. En het gaat niet alleen om Nederland, maar ook om andere landen in Europa en daarbuiten. Maar ik wijs ook steeds op de verschillen. Hè. Als het gaat om bijvoorbeeld ministeries in Nederland die echt wel doorfunctioneren, ook als er niet een nieuwe regering zit. De corruptie die in Nederland echt niet van die orde is, dat je dat met de praktijken in Irak kunt vergelijken. Hmm. De gewapende groepen die hier de boel beheersen. Dat zijn allemaal argumenten. De vergelijking met Nederland gaat gewoon niet op. Laat ik het daar maar op houden. Goed, het afwezig zijn van een stabiele regering is misschien wel des te nijpender vanwege ook die oorlog en de geopolitieke verschuivingen die dat met zich meebrengt. Want er wordt natuurlijk in de kielzog van de uitbreiding van het NAVO-bondgenootschap, de rol van China, wordt er natuurlijk ook met argus oog gekeken naar landen bij u in de omgeving. Met name ook het buurland Iran. In hoeverre speelt die oorlog in de dagelijkse besluitvorming daar een grote rol? Nou ja, de geopolitieke spanningen die spelen hier natuurlijk een rol. Al was het maar omdat het ook van invloed is op de voedselprijzen hier. Irak is een land wat heel veel goederen importeert. Daarvan gaan de prijzen omhoog, met name via Turkije. Zogenoemde processed food wordt dat hier genoemd. En dat betekent dat mensen dat direct in hun portemonnee voelen. Het zijn niet alleen de geopolitieke spanningen hoor, die zich vertalen in hogere prijzen, maar het is wel een factor van belang. En daarnaast, bijvoorbeeld als het gaat om het buurland Iran, waar we natuurlijk allemaal hoopvol waren dat er snel een akkoord zou komen als het gaat om de nucleaire deal. Die blijft uit, niet alleen door de geopolitieke spanningen, maar dat heeft in het begin wel weer voor wat vertraging gezorgd. Ja. Met andere woorden, alles is met elkaar verbonden en dat voel je ook hier. Ja. In hoeverre is er zorg dat met name die stijgende voedselprijzen opnieuw uitbreken of doorwerken in een soort nieuwe volksopstand? Nou, die zorg is heel erg groot. Hè. Het uitblijven van een nieuwe regering heeft vooral te maken met een enorme machtsstrijd tussen de politieke Shia-partijen. Zolang die machtsstrijd niet is beslecht, verwacht ik eerlijk gezegd niet dat er snel een nieuwe regering is. De wonderen zijn natuurlijk de wereld nog niet uit, maar voorlopig ziet het er niet goed uit. En dat betekent dat mensen ook steeds kwader worden, omdat ze zien dat de politieke elite niet doet waarvan ze hoopten dat het een keer wel zou doen toen ze naar de stembus gingen in oktober 2021. Mm. Met andere woorden, het ongeduld groeit.
En ook in rap tempo. En je ziet nu al her en der door het land heen allerlei protesten de kop op steken. En ik verwacht dat het alleen maar erger wordt. En helemaal als er een aantal politieke partijen dat verder gaan voeden, hè, om die machtsstrijd te beslechten, zullen ze dan daar ook demonstraties voor gebruiken. En dan ga je een mix zien van gewone mensen die gewoon de straat op gaan omdat ze niet meer weten welke andere middelen ze hebben om hun onvrede kenbaar te maken, maar ook politieke partijen die daar gebruik, misbruik van maken en de woede verder voeden.